het allerbelangrijkste vind ik dat we dit allemaal zelf hebben gedaan. En voorheen was dat natuurlijk, ja, je kreeg een heleboel grote talenten van Feyenoord. En daar ging je ieder seizoen weer een mooie mix van maken. Alleen bouwen aan een stabiel elftal, bouwen aan een speelwijze, bouwen aan continuïteit, dat kon niet. Maar ik heb het al eerder meegemaakt bij RKC, in dezelfde soort setting. Dus ik heb daar 5 jaar mogen spelen bij een clubje met de kleinste begroting van de Eredivisie. Bij Excelsior is het iets moeilijker, wil ik niet zeggen, maar daar hebben we iets meer voor moeten vechten. Maar uiteindelijk hebben we het wel 4 jaar lang gedaan. 5 jaar lang zijn wij bezig geweest om een organisatie neer te zetten, uit te bouwen, een ploeg neer te zetten, uit te bouwen. Ieder seizoen die jij op eigen kracht, waarbij je dit bereikt, ja, dat is wel iets om trots op te zijn.